Let's just pray. Father, you are a wonderful God and I do thank you for who you are. Laten we bidden. Vader, u bent een geweldige God en ik dank u wel voor wie u bent. Heer, ik vraag dat uw woord dat u wilt spreken raakt waar het moet raken. En ik vraag, Heer, dat we duidelijk horen wat u ons wil meedelen. Ik dank u, Heer, dat u weet wat het beste is, wat we op elk moment nodig hebben. En ik dank u, Heer, dat al onze dagen zijn geteld, gepland, georganiseerd door u, lang voordat we ons er zelf maar bewust van waren. Dus Jezus, ik vraag u om bij ons te zijn en de boze te weerhouden, om te knoeien met alles wat wij vandaag delen, wat u vandaag deelt. In uw naam, amen. Er zijn veel opdrachten over dingen die we moeten doen. En we moeten kijken naar de geboden, niet alleen naar de verboden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als we het verkeerde evenwicht krijgen, zijn we soms inactief. Veel verboden klinken als niet doen. Kathleen had deze week een theoretisch rijexamen, gelukkig geslaagd. Maar je weet dat er ook een verkeersbord ziet met een rode band eromheen. Dat betekent niet doen. Dat is beperkend, nietwaar? Het remt je af, het zegt je iets niet te doen. Het is alsof, wat ik bedoel, als je alleen maar een lading niet doen hoort, het een situatie kan creëren waarin je niet erg actief bent. Want ik kan het beter niet doen. Ik doe het gewoon niet. Ik kan beter dit en dat niet doen. En ik dacht dat het christendom, dat was voor de eerste 2 jaar van mijn wandel, want zo klonkend. Omdat God, hij wilde dat ik me bekeerde en veranderde. Darren, doe dat niet. Oordeel niet. Doe dat niet. Word niet boos. Doe dat niet in deze situatie. Dat was het allemaal voor een paar jaar. En ik dacht, God is de God van de verboden, maar hij is ook een God van de geboden. Hij wil dat we actief zijn. Hij wil dat we mensen zijn die vooruit gaan en dingen doen met wat hij ons heeft opgedragen. Dat we actieve mensen zijn die niet alleen kijken naar alle dingen die we niet zouden moeten doen, maar dat we daadwerkelijk ook zoek zijn naar dingen die God wil dat we gaan doen. Dat we ons daadwerkelijk begeven in de dingen die Hij ons voor ons heeft. Amen. Er zijn 2 soorten zonden. Ik weet niet of je dit weet of niet. Er zijn zonden van verzuim en er zijn zonden van opdracht. Ik ga proberen dit goed te doen. Zonden van verzuim en zonden van opdracht. Er zijn dus zonden omdat je iets gedaan hebt waarvan God niet wil dat je ze deed. En er zijn ook zonden omdat je iets niet gedaan hebt waarvan hij wel wilde dat je het deed. Dat is toch juist? Halleluja, daar heb ik de hele avond op geoefend. We willen er dus voor zorgen dat we niet zondigen door inactief te zijn, dat we actief iets doen. En als je dan weggaat van de zondag, zoals vorige week, over nederigheid, dan heb je op maandagmorgen de boodschap gehoord, het was collectief. Het was aan de kerk en daarom moet aan maandagmorgen een doen zijn. Het is zoiets als, oké, ik ga vandaag nederig zijn. Ik ga Jezus zoeken. Ik ga mijn nederigheid bewaren. Ik ga mijn knieën buigen. Ik ga me bekleden met de nederigheid die God wil dat ik heb. Zoals we doeners van het woord moeten zijn. We moeten het activeren. We horen niet alleen een boodschap. We doen het. Dus morgenochtend hoop ik dat je aan het eind van vandaag een lijst hebt van dingen, of tenminste 1 ding, waarvan je wakker kunt worden en zeggen, dat ga ik doen. Dat doe ik. Je denkt misschien dat de lat nogal hoog ligt, maar wacht maar tot ik eerst aan de dingen toekom. Ga dus naar Jacobus hoofdstuk 2 vers 14. Kijk naar de, als een King James versie heb, bij de titel van dit hoofdstuk staat, geloof zonder werken is dood. In Jacobus hoofdstuk 12 staat, wat nuttig is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Dat is een interessante gedachte. We gaan verder. Indien er nu een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede en wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zoudt hen niet geven de noodruchtigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo, ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is,
gij doet wel. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Het gaat verder met een heleboel dingen die Abraham deed, Rachab deed, dat het volk van God eruit ziet en hoe ze zich gedragen, dat ze werken hebben die bij hun geloof horen en dat het iets waar we allemaal naar moeten kijken. We kunnen niet alleen maar zeggen dat we mensen van het geloof zijn. Als jij een persoon van geloof bent, kan ik dat zien. Als jij een gelovig mens bent, is het duidelijk. Als je een persoon van geloof bent, schijnt je licht. Je kunt jezelf niet met een megafoon christen gaan noemen, want die heb je niet nodig. Want wat je doet zal luider spreken dan wat je zegt. Hoe je leeft zou de wereld moeten presenteren. Kijk naar Jezus, kijk naar Hem. Niet naar mij kijken, maar naar Hem kijken. Jouw gedrag moet je doen. Geloof zonder werken is dood. Dus je moet dingen hebben die je doet die bewijzen dat je geloof hebt. Laat me je geloof zien door de werken. Laat me je geloof zien door wat je doet. Laat me zien wat God je opdraagt te doen. Laat me zien hoe je Hem vertrouwt. Laat me zien hoe je Hem vertrouwt voor je redding. Hoe je je bekeert. Hoe je je verandert. Hoe je wordt hoe Hij wil dat je bent. Laat me je geloof zien door de werken. Amen. Geloof zonder werken is dood. En veel mensen hebben de situatie dat ze zeggen dat ze christen zijn, maar als het echt op aankomt, wat voor bewijs heb je daarvan? Het is de moeite waard om te kijken. Welk bewijs heb je dat je een christen bent? Welk bewijs is er? Als het een misdaad was om christen te zijn, zou er dan genoeg bewijs zijn om je te veroordelen? Weet je, laat me zien wat je doet en ik zal je vertellen of je christen bent of niet. Want een christen is als Jezus Christus. Amen. Dus geloof zonder werken is dood. Er moet iets in ons leven zijn. Een demonstratie van het Christusachtig leven dat door ons heen komt. Daar moet een demonstratie van zijn. Want dat laat zien dat waar ons geloof levend en actief is. Amen. Nu willen we mensen zijn die doen als van Gods woord zijn. We willen mensen zijn die doen wat God wil dat we doen en daarom volop werken hebben bij ons geloof. Niet dat we werken hebben alleen maar om gered te worden. We zijn gered uit genade door geloof, maar dat geloof activeert. Dat geloof heeft iets. Dat geloof en vertrouwen in Jezus Christus staat gelijk aan een relatie, staat gelijk aan dat Hij je leven leidt, dat je Hem hoort en door Hem geleid wordt, amen. We willen mensen zijn die door de opdracht van Jezus uitvoeren, die werken hebben bij ons geloof, dat we Christusachtig eigenschap hebben. Of laten we zeggen dat we nog geen Christusachtige eigenschappen hebben, laten we zeggen dat het karakter nog niet is opgebouwd, dan is er genoeg gebod dat Jezus voor ons heeft, dat je kunt doen, dat je het kunt doen. Of misschien duurt het even voordat sommige dingen zijn opgebouwd. Maar er zijn duizenden geboden die voor jou zouden kunnen zijn om na te leven. En als ik opdrachten zeg, wil ik hier onvoorzichtig zijn. Bij Emmanuel Christian Center hebben we het over het horen van Gods stem. Wandelen met God, een relatie met Hem hebben. Wat wil je nog meer in het leven? Wat Hij is een geweldige God, een persoonlijke relatie met Hem te hebben. En als we het dan hebben over geboden, mensen in het algemeen, dan hebben we het over wat een rema-bevel noemen, een levend bevel. De mens leeft niet bij brood alleen, maar bij elk woord dat voortkomt uit de mond van God. Wat betekent dat er nu een woord uit zijn mond komt voor jou? Er is vandaag een woord voor jou. Er is iets wat Hij wil dat jij doet. Er is letterlijk elke dag een instructie, een gebod voor je en zo moeten we leven. Er is iets voor jou om te doen. Dus, als we naar dingen kijken en mensen zeggen, we kijken naar het leven en we zullen zeggen, God geeft je een levende opdracht, doe wat God wil op een bepaald moment, beetje bij beetje. Je weet wel, werk ze één voor één door. Dat is waar. Maar pas als dat je niet zegt dat de enige manier is of dat de enige manier is, dat de juiste manier is om alles te doen. Want er is nog steeds de waarheid dat er in zijn woord genoeg instructies staan over hoe je je leven moet leiden. Genoeg instructies over wat je moet doen. Als dit niet toedeed en je alleen maar de stem van God hoefde te horen, dan zou God zijn woord, zijn geschreven woord, niet voor ons hebben achtergelaten.
om ons te instrueren en te leiden en te bekrachtigen. En om ons de geschiedenis te laten zien en hoe de dingen in elkaar steken en hoe je voor je geloof en je gedrag moet leven. Het is niet verkeerd om te zeggen dat dit boek krachtig is, dat er genoeg in staat om na te leven. Dus als ik zeg, toon me je geloof door je werken, dan gaat het niet alleen om wat God je gisterenmorgen verteld heeft, het gaat om wat hier geschreven staat, het gaat om wat er al geopenbaard is. Zie je, het horen van de stem van God geeft je geen vrijstelling van het lezen van zijn woord. Oh, ik hoor de stem van God. Wanneer heb je voor het laatste Bijbel gelezen? Oh, wel ongeveer 3 jaar geleden. Ik zeg je dat je de stem van God niet hoort, want hierin zit een balans, is de controle. Maar zelfs als je niet kunt horen wat we zeggen, zijn leiding, zijn Heilige Geest, zijn richting, zul je toch verantwoording moeten afleggen voor wat je wel hebt, en dat is dit. God heeft zoiets van, nou, je kunt mijn stem niet horen, ik schrijf het op als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dus in die zin moeten we allemaal luisteren naar zijn stille kleine stem, maar we moeten ook ons voegen naar wat hier staat geschreven. We moeten in het woord zijn, erin. Je weet wel, zoals het letterlijk lezen en ontdekken wat God bedoelt. Ja, het staat niet open voor eigen interpretatie. Het staat niet open voor ons allemaal om te argumenteren. Nou, ik denk dat het dat betekent en ik denk dat het dit betekent. Ik bedoel, ja, God zou er een andere smaak aan kunnen geven, waar we allemaal tot de volheid van de waarheid kunnen komen. Maar hij is die dit terecht verdeelt. Hij is het die terecht, je weet, laat zien hoe hij in elkaar steekt. Hoe het in elkaar steekt. Hij geeft ons leraren die bedreven zijn in het verdelen van het woord, die hij begiftigd heeft met het verdelen daarvan. Het is niet aan ons allemaal om te zeggen, nou, ik denk dat het dit betekent, dus ik ga dat aannemen. Het gaat nog steeds over hem, maar het staat in zijn woord. Hij is degene die het op de juiste manier past. Amen. Dus we moeten de leraren die zin eren, want ze zijn een geschenk aan ons en we moeten God danken dat hij ons heeft geschreven woord heeft gegeven. En omdat we het geschreven woord hebben, zijn wij geroepen om het daarvan doeners te zijn. Je ziet dat Paulus die brieven rondstuurde naar alle verschillende gemeentes en ze ontvingen die brieven. Dachten ze, we hebben die brieven niet nodig, Paulus, stuur hem maar terug. Weet je, als je een brief krijgt die niet voor jou is, stuur hem dan terug naar de afzender. Niemand die je kent op dit adres of zo. Stuur hem dan terug naar Paulus. We horen de stem van Jezus. Zeg hem dat we zijn brieven niet nodig hebben. We hebben alles al gehoord. Het is niet waar. Zelfs die brieven die klinken nu door, weet je, dragen door de eeuwen heen. Ze zijn vandaag de dag nog even waardevol, nog even krachtig. Het is vandaag de dag nog evenzeer het woord van God als toen ze aan de gemeente werden geschreven. Amen. Dus als je zegt dat je een gelovige bent, als je zegt dat je een christen bent, en dat is een hoog ding om te zeggen, het is een hoge standaard, ik ben een christen. Eén ding om jezelf een gelovige te noemen, maar ik ben een christen. Dan zeg je dat je bij Jezus hoort en dat ik op hem wil lijken. En als je zegt dat je een christen bent en ik kijk naar je, dan zou je me dan moeten laten zien hoe Christus eruit ziet. Omdat we zeggen dat we christenen zijn. Dat is nogal een hoge, dat is nogal een geweldige verantwoordelijkheid, nietwaar? Die we allemaal hebben gekregen als we onszelf christen noemen om Jezus Christus, de Christus te vertegenwoordigen. We moeten de wereld echt laten zien hoe hij is. We zijn zo'n Christusmens. Amen. Dus een van de eerste dingen die je moet doen, een doe-opdracht, zijn deze doe-opdrachten trouwens die we gisteravond doorheen gebeden hebben, want er zijn wel 1050 of zoiets. 1050. Dus het wordt een hele serie. Er zijn wel 1050, maar vandaag gaan we kijken naar wat God wil dat je nu hoort. En het is niet speciaal zo dat dit enige ding zijn. Het is niet zo dat het één, je weet wel, een methode is. Ik zeg niet alleen dat dit de enige dingen zijn die we vandaag hadden kunnen delen. Dit is wat de Heer ons wil zeggen. Dus die eerste, misschien denk je dat het voor de hand ligt, maar laten we eens kijken naar Lucas hoofdstuk 10, vers 27.
Daar staat dat Jezus zei, gij zult de Heer uw God liefhebben met uw hele hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dat is nogal verbazendwekkend, maar dat is een doegebod, een doegebod. Nu is dat het grote gebod en als je dit zou doen, zou je de wet en de profeten samenvatten als je ook je naaste lief zou hebben als jezelf. Maar je zult de Heer je God liefhebben met je hele ziel, met heel je kracht, met heel je verstand en je naaste als jezelf. Degene die we kennen is, hebt de Heer uw God lief met uw heel hart, ziel, verstand en kracht. Dat is waartoe we geroepen zijn. Waarom begin ik daar nu over? Omdat dat een doegebod is en als je een christen bent, denk je misschien dat dit een hoge standaard is. Je denkt misschien, nou, ooit kom ik daar wel aan toe, toch? Hier kom je niet aan toe. Dit is het startpunt. Dit is het begin. Van hieruit bouw je je christelijke wandel op. Het is niet dat je op een dag op de plaats komt waar ik hem ga liefhebben met mijn hele hart, ziel, verstand en kracht. En ik kan niet wachten tot ik op die plaats bereik. Dat is het grote gebod. Dus als je erover gaat nadenken, alle andere commando's, ga dat in ieder geval voor het grootste. Ga in ieder geval voor nummer 1 en laat nummer 1 op zijn plaats zetten. Werk in ieder geval niet met geen van de opdrachten is triviaal. Ga geen van allen. Maar werk niet met wat je ziet als mindere opdrachten en daar kom ik op een dag aan toe. Dat is wat ons wordt opgedragen. Dat is een doengebod. Dat is een doen. Heb de Heer, je God, lief met je hele hart, ziel, verstand en kracht. Geef hem alles wat je hebt. Alles wat je hebt. Geef hem al je kracht, je tijd, al je energie. Geef het aan hem. De wereld vertelt je misschien dat je allerlei dingen moet doen. De wereld trekt je misschien in allerlei richtingen. Dit is het grootste gebod dat een mens ooit zou kunnen gehoorzamen. Amen. Dus als je iets gaat doen, doe dat dan. Je zult warm zijn voor Jezus of koud, maar wees niet lauw. Kies wie je gaat dienen. Kies deze dag wie je gaat dienen. Maar wat mij en mijn huis betreft gaan we de Heer dienen. Amen. Ik wil je aanmoedigen om de Heer te dienen, hem alles te geven. Hem in alles te geven. Beter jezelf niet eens een christen te noemen dan jezelf een christen noemen en dat niet doen. Amen. Nu kan het enige verwerken vergen om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar je moet op zijn minst accepteren dat dat de norm is. Je moet op zijn minst accepteren dat dat de norm is waar ik voor ga. Zie je, als we op die plaats komen waar mensen zeggen, ik worstel echt met mijn wandel met God, ik worstel echt met dit gebied, alsjeblieft, ik kleineer niet. Het ziet er een beetje spottend uit en ik ben een vreselijke acteur, maar mijn punt is dat we op een bepaalde plaats komen waar mensen zeggen, ik word niet, doe het niet goed hier, ik doe het niet goed daar, en ik lees mijn Bijbel niet zoals ik zou moeten, en ik ben niet in het woord zoals het zou moeten, ik ben niet echt dicht bij Jezus zoals ik zou moeten zijn. Weet je, een van de grootste problemen of het grootste remedie daarvoor is dat heb de Heer God lief met je hele hart. Als je met je hele hart lief hebt, dan zul je hem ook vinden. Als je hem met je hele hart gaat liefhebben, dan zal al het andere meewerken. De reden dat je dat niet doet, als je dat gebod niet gehoorzaamt, zal geen van de anderen werken. Jezus Christus kan niet je eerste liefde zijn als je dat niet gehoorzaamt. Amen. Wie wil dat Jezus je eerste liefde is, begin dan daar. Dit is wie dit zei. Wie zei dat dit het grootste gebod was dat alles samenvat? Onze Heer Jezus Christus, degene naar wie we ons vernoemen. Amen. Dus geef hem alles. Geef hem het alles. Misschien is het voor verschillende mensen, weet je, misschien spreekt vandaag iets anders tot je. Maar we hebben een paar keer gehoord, verschillende mensen hebben gedeeld en gewoon een woord, het springt er gewoon uit. En het is in het midden van iets. Ze hebben gedeeld, weet je, en hij is geen deeltijd Jezus.
en geef hem niet alleen je zondagen, dat soort dingen. Het is waar. Op een gegeven moment moet ieder van ons gewoon zeggen, ik ga hem alles geven. Ik ga het doen. Ik ga ervoor. Je kunt niet wachten. Je weet niet hoeveel dagen je nog hebt. Je weet niet hoeveel dagen of jaren je nog hebt. Je weet niet hoe lang. Op een gegeven moment moet je zeggen, Heer, alles is van u. Alles of niets. Ik zeg liever alles dan niets. Amen. Vervolgens is een ander doelgebod waarover hij ons wil aanspreken, 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vers 31. Daarom staat hier een doengebod. Er staat eigenlijk niet doen, maar wel een actief gebod. Er staat, daarom, of je nu eet of drinkt, of wat je ook doet, doe het allemaal tot eer van God. Dus iedereen die dat leest, wil het zingen, nietwaar? Of je nu eet of drinkt, of wat je ook doet, doe het allemaal tot eer van God. Waarom is dat belangrijk? Omdat het niet uitmaakt of je ontspant, het maakt niet uit of je thuis bent, het maakt niet uit of je op je kantoor zit, het maakt niet uit. Waar je ook bent of wat je doet, ons leven hoort geleefd te worden tot eer van Hem. Ons leven hoort voor Hem geleefd te worden, om Hem eer te brengen, om Hem glorie te brengen. Hier is een vraag. Brengt jouw leven Hem eer? Brengt jouw leven Hem eer? Brengt het een deel van je leven Hem eer of juist op bepaalde gebieden niet? Weet je één ding? Ik denk dat Keith en Katie een bordje hadden hangen waar gewoon binnen, daarbinnen als je bij hun huis binnenliep, met de tekst, Jezus is de gast bij elke maaltijd. Geloof jij dat? Hij is het. Hij is het werkelijk. Hij weet wat je van plan bent. Hij weet wat er in je huis gebeurt. En wat ik tegen je wil zeggen is dat je, als je eet of drinkt, wat je ook doet, doe het allemaal tot eer van God. Amen. Het draait allemaal om Hem. Het draait allemaal om Hem de eer te geven. Het draait allemaal om Hem de eer en de glorie te brengen die Hij verdient, want Hij is een geweldige God. En wat we ook doen, het draait allemaal om Hem. Je kunt dat naar elk niveau brengen, wat je ook doet. Het maakt me niet uit of je voetbal kijkt. Brengt jouw voetbal kijken eer aan God? Hoe is daar in jouw gedrag? Welke gebieden brengt het slechtste in je naar boven? Of je nu werkt, of je naar school of universiteit zit, of wat downtime lijkt te hebben, brengt wat je doet eer aan God. Want we zijn geroepen. Of we nu eten of drinken, of wat we ook doen is God eer brengen. Amen. Breng je Hem eer? Omdat Hij wil dat we Hem glorie brengen en dat is Hem de eer geven voor wie Hij is, voor wat Hij gedaan heeft, want Hij is een geweldige God. Ja, en zelfs als niemand anders in de buurt is, weet God waar jij mee bezig bent. Hij weet wat je doet. En je weet je, ik denk dat dat kunt zien of iemand Gods eer heeft of Gods eer geeft in zijn privéleven aan de hand van hoe hij wandelt in wat wij zijn openbare leven noemen. Weet je, want je kunt God niet privé onteren en dan in het openbaar rechtvaardig blijven. Want voor je het weet komen er slechte vruchten uit. We zijn geroepen om God altijd eer te geven, wat je ook doet. Overal op elk moment weet Hij alles wat je doet en zelfs denkt. Hij kent zelfs je slechte houding en wat er nu door je hoofd gaat. Hij weet absoluut alles. Ja, en Hij houdt nog steeds van je, maar de vraag zou zijn, breng wat je doet Hem de eer? Brengt het Hem eer? Want zelfs als niemand anders in de buurt is, weet je, dit is geweldig voor mij en ik hou hiervan. Jij vindt het misschien niet zo geweldig, maar ik hou ervan. Zelfs als niemand anders in de buurt is en niemand anders het ziet, hier krijg ik echt een kick van. Niemand anders is in de buurt en niemand anders ziet het. De engelen verheerlijken God voor op basis van wat jij doet of wat ik doe als er niemand anders het ziet. Dus zoals bepaalde dingen die je moet doen, vooral, zoals ik zou zeggen, reizen. Weet je, wanneer je alleen op reis bent, dat is een van die momenten, maar ook op andere gebieden, zoals wanneer je gewoon alleen bent en er niemand anders in de buurt is en God er gewoon en Hij leidt je en je doet het juiste ding dat Hem eer geeft, zelfs wanneer je dat niet hoefde te doen omdat niemand keek, als je begrijpt wat ik daarmee bedoel, want je wilt altijd het juiste doen. Het wint God echt op, het behaagt Hem echt,
Maar de engelen zijn daar, wauw, die hem verheerlijken. Heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Dit is het beeld dat ik krijg. Ik zou het kunnen personaliseren. Maar ik wil dat iedereen, je weet wel, het is alsof je in je eentje het goede doet en er is niemand anders in de buurt. Heer, ik ga doen wat u wilt dat ik doe en het kan me niet schelen of dit pijn gaat doen. Het kan me niet schelen hoe het eruit ziet, ik ga het doen. En de duivel kan er zijn en zeggen, nou, je weet dat je dit zonder reden doet. Niemand anders kan het zien, weet je. Je krijgt geen eer. Halleluja, want God krijgt de eer en het kan me niet schelen dat niemand er ooit van weet. Ik ga het doen. Dus je stapt naar buiten, je doet het ding en in de hemel roepen de engelen heilig, heilig, heilig. En dan hebben de engelen zoiets van, wauw, een diener van u gehoorzaamde de stem van u zonder dat iemand anders naar hem riep, om hem aan te moedigen, zonder dat de mensen toekeken. Hij is een diener van u en daarvoor geven wij u eer. En de engelen aanbidden hem. Je wilt dat God aanbeden wordt en je wilt dat God verheerlijk wordt. Leef je leven elk moment voor hem. Wat je ook doet, je doet het voor hem. En denk niet alleen aan wat je kunt doen. Denk ook aan wat je niet kunt zien. Er gebeurt meer in het niet zien dan in het wel zien. Leef je voor de nietzienden, amen. We leven niet bij zicht of wandel, niet bij zicht. We wandelen door geloof. Dus laat hem aanbidden. Laat hem verheerlijk worden. Je ziet dat we de indruk krijgen dat het geven van eer aan God en alles wat we doen alles is. Weet je, we krijgen die indruk dat er mensen moeten zijn om God de eer te geven. Nee, het kan me niet schelen of ik in mijn eentje in een gevangeniscel zat en hij verdiende alle eer, alle glorie. En we bouwen onszelf op en leggen verantwoording af, ja, maar we bouwen de glorie op en geven eer aan degene die we liefhebben met ons hele hart, ziel, verstand en kracht. Amen. Dus denk er deze week over na, in welke omgeving je ook bent. Hoe ga je hem eer brengen? Laat de mensen om je heen jouw licht zien schijnen. Denk daaraan, hoe je gaat hem eer geven in wat je ook doet. Of je nu in je eentje in een kamer werkt, of je kunt hem toch eer geven. Of je nu op je werk bent, of dat er mensen om je heen zijn. Weet je, je bent in een omgeving waar geen andere christen is. Dat zijn toch de beste omgevingen? Nee, zegt iedereen, nee. Het zijn de beste omgevingen om God eer te geven. Weet je, dit is geweldig. Je bent in een omgeving waar niemand anders christen is, en je doet iets zodat iedereen zegt, kom op, Darren. Laten we iets gaan drinken. Kom, Darren, laten we uitgaan voor een workdo. We gaan een feestje maken. En ik zeg dan, nee, dat ga ik niet doen. En ze zeggen, waarom? Nou, omdat ik geloof dat God niet wil dat ik dat doe. Wauw, wat een idioot. Oh, hij is een bijbelbasher. Dat waren we trouwens vergeten. Christen, zo'n christen. Weet je, wat een voorrecht. Wat een absoluut voorrecht, want wat zij voor kwaad betekenen, heeft God juist glorie gegeven. Wat zij voor het kwaad betekenen, je weet dat je wilt dat mensen, je hebt zoiets van, ik wil geen Babelbesje genoemd worden. Ik wil niet bekend staan als christen. Ik wil niet dat mensen zeggen, Gods ploeg of iets dergelijks. Nee, je wilt wel dat ze dat zeggen. Je wilt dat je leven anders wordt en je wilt dat God verheerlijkt en wat voor het kwaad bedoeld is, gebruik God voor zijn glorie. Ja, je wilt met hem geassocieerd worden. Ja, je wilt dat de mensen dat weten. En je verbondenheid met God, hoe dat ook mogen zijn, is tot zijn eer. Amen. En zou hier echt naar moeten kijken. Ga naar 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 15. Kijk daar eens naar. Hier staat een goed doelgebod. Heilig de Heere God in uw harten en staat altijd klaar om in ieder van u een reden vraagt voor de hoop die in u is, met zorgmoedigheid en vrees te verdedigen, met een goed geweten, opdat, wanneer zij u als boosdoener belasteren, zij die uw goed gedrag in Christus beschimpen, beschaamd worden. Want het is beter, als het de wil van God is, te lijden om het goede, dan om het kwade. Er is een bevel tot doen, nietwaar? Lijd voor het goede en lijd niet voor het kwade, amen. Doe het. Lijd voor het goede, verdraag de onzin, verdraag wat ze over je zeggen, sta voor Jezus. Krijg wat schatten op je rekening, maar zorg ervoor dat het krediet naar zijn rekening gaat.
Leef voor zijn glorie. Hij is een geweldige God en wat ze betekenen voor het kwaad, gaat goed betekenen voor jou. Het gaat goed betekenen voor onze God. Amen. Juist, we zijn terug bij 1048. Hier is een goede. 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 7 tot 8. En het einde van alle dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waak in de gebeden, maar vooral bij vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Als we nu verder naar beneden gaan, staan hier nog wat meer doe-opdrachten, maar degene die eruit wil pikken was: heb vurige liefde. Er is een doe-opdracht, vurige liefde. Het is geweldig dat er een extra woord bij liefde staat, nietwaar? Er staat niet alleen heb elkander lief, maar ook heb een vurige liefde voor elkaar. Hebben een hete liefde. Ik bedoel, je weet wel, als een christen actieve liefde voor elkaar, een liefde hebben die ja echt is. Hebben vurige liefde, niet een, oh, ik ga, je weet van dit, het tegenovergestelde is van vurige liefde. Oh, ik moet ze vergeven omdat de Bijbel dat zegt. Oh, ik moet ze gaan helpen omdat de Bijbel dat zegt. Goed, dan zal ik dan niet oordelen, want ik kan beter niet oordelen. Je doet het misschien niet zo, maar dat is het punt. Dat is waar het geen vurige liefde is. Of vurige liefde is niet, nou, ik zal tienden geven omdat dat moet. Ik stop mijn geld in het mandje omdat het in de Bijbel staat, of omdat een dominee ons dat ooit heeft verteld. Dat is geen vurige liefde. Vurige liefde is, ho, ik ben vergeven, ik ga jou vergeven. Vurige liefde is dat ik weet dat er zelfs genoeg problemen heb, ik geen tijd heb om over jou te oordelen. Vurige liefde is dat ik me niets aantrek van mijn financiën. God heeft me alles gegeven wat ik nodig heb. En het enige wat hij wil is dit. Ik ga hem geven dat wat hij verdient. Ik ga hem geven wat hij wil. Ik ga hem dienen. Ik wil zijn werk vooruit zien gaan. Ik wil hem laten zien dat ik hem lief heb. Amen. Dat is vurige liefde. Vurige liefde is hartstochtelijk. Het is bewogen, het is doen. Dus als we het allemaal over dingen doen, wat dacht je ervan om morgen wakker te worden en te zeggen, vandaag ga ik niet alleen maar lief hebben, ik ga niet alleen maar doen wat de Bijbel zegt. Vandaag ga ik wakker worden en ik ga vurige liefde doen. Vandaag ga ik lief hebben zoals ik het meen. Ik ga lief hebben zoals ik echt lief heb. Ik ga lief hebben zoals Jezus Christus. Ik ga echt een christen zijn. Vurige liefde, heb vurige liefde voor elkaar. Ik ga de boodschap van Darren niet alleen verdragen, ik ga luisteren naar wat God ons wil zeggen. Amen. Vurige liefde, hartstochtelijk, weet je, op de juiste manier. Ik sluit af met deze. Keer me met mee naar Romeinen hoofdstuk 12. Ik draai het om. Er staan wel 75 versen in. Romeinen hoofdstuk 12. Ik hou van deze. Ik weet het niet. Nou, er staat in de King James. Ik heb een nieuw King James. Juist een titel boven. Deze is gedraag als een christen. Hebben we anderen dat ook? Christelijk gedrag. Halleluja. Ik hou van mijn versie. Gedraag je als een christen. Dat stond trouwens helemaal niet in de brief aan de Romeinen. Dat is er neergezet door de New King James vertaalteam en ze hebben het gezien als een soort titel. Maar ik vind het wel mooi. Gedraag je als een christen. Vers 9. Laat de liefde zonder huichelarij zijn. Verafschuw wat slecht is. Hou vast aan wat goed is. Wees vriendelijk voor elkaar met broederlijke liefde. In elkaar de voorkeur gegeven, niet nalaten in ijver. Vurig van geest, de Heer dienend, verheugd in hoop, geduldig in beproeving, standvastig in gebed, uitdelend in de noden de heiligen, gegeven aan gastvrijheid, zegen hen die u vervolgen, zegen en vervloek niet, verheug je met hen die zich verheugen, en ween met hen die wenen. Wees eensgezind ten opzichte van elkaar. Streef niet naar hoge dingen, maar ga om met de nederigen. Wees niet wijs in je eigen mening. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Heb oog voor het goede in de ogen van de mensen. Als het mogelijk is, voor zover het van jou afhangt, leef naar vreedzaam met alle mensen. En geliefde doe. Wreek je niet. Maar geef liever plaats aan toren,
Want er staat geschreven, vraag is van mij. Ik zal vergelden, zegt de Heere. Daarom, als je vijand honger heeft, geef hem te eten, en als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want daarmee zul je kolen van vuur op zijn hoofd stapelen. En als je niet naar overwinnen, laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad met het goede. Dat geschrift daar, waar staat dat als je vijand honger heeft, geef hem te eten, en hij dorst heeft, Als een lading van jullie me na deze dienst eten en drinken gaat brengen, want ik weet dat jullie mij niet erg mogen, en de manier waarop het eindigt. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad met het goede. Dat is een doegebod. Nou, het is eigenlijk een niet-doen gebod, is het? Maar laten we eens kijken naar het tweede deel, overwin het kwaad door het goede. Betekent dat hoe meer goeds je doet, hoe meer je het kwaad overwint? Nee, het betekent het kwaad beheersen, het kwaad overwinnen, zoals het kwaad overwinnen er een meester over worden door de goedheid van God, door wat goed is, door al het goede dat God je gegeven heeft. Beheers het, overwin het kwaad. We willen niet meedoen met het kwaad. Maar terug naar vers 9. Laat uw liefde zonder huichelarij zijn. Verafschuw wat het kwaad is. Klamp u vast aan wat goed is. Er zijn 3 doelopdrachten. Laat uw liefde zijn zonder huichelarij. Laat het oprecht zijn, met andere woorden. Laat het echt zijn. Laat het echte liefde zijn. Oprecht liefde. Niet alleen een daad. Niet alleen omdat de Bijbel het zegt. Laat het echt een bron van liefde zijn die zich opbouwt als je mensen lief hebt en dingen doet. En verafschuw wat kwaad is. Dat is eigenlijk een toegebod. Het niets te maken met het kwaad. Te veel mensen hier, je denkt misschien dat ik afschuwelijk ben, maar het is de waarheid. Te veel mensen hier verafschuwen niet wat kwaad is. Te veel mensen hier houden zich bezig met dingen die categorisch ronduit in de ogen van God slecht zijn. Het staat zo ver af van wat Gods normen of Gods morele norm zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Zo ver weg van wat hier staat als normaal christelijk gedrag. Je gedragen als een christen. Verafschuw dus wat kwaad is en klamp je vast van wat goed is. Weet je, klamp je niet vast aan wat slecht is. Klamp je niet vast aan de dingen die je in de war brengen. Klamp je niet vast aan iets dat ons God geen glorie geeft. Klamp je niet vast aan iets dat zijn naam in discrediet brengt. Want net zoals hij alle eer krijgt voor het goede dat je doet, of iemand kijkt of niet, voor het goede dat je doet, sorry, als iemand kijkt of niet, hoe zit het dan als het kwaad doet? Wordt hij dan onteerd? Ik geloof niet dat God iets onteerd zal worden in de hemel, dus begrijp niet verkeerd wat ik zeg. Dus geloof ik dus niet, maar denk er gewoon zo over na dat, weet je, wat je doet hem oneer zal brengen. Je moet niet in die positie verkeren dat je alleen maar goede dingen aan God wilt brengen. Je wilt alleen goede dingen brengen. Dus klamp je vast aan wat goed is. Klamp je niet vast aan de dingen die zijn naam in discrediet brengen. Wees elkander gewoon genegen met broederlijke liefde, elkaar de voorkeur gevend, niet achterblijvend in ijver, vurig van geest. De Heer dienend, vurig van geest. Niet achterblijven in ijver. Zich verheugen in hoop. Geduldig zijn in beproeving. Standvastig blijven in gebed. Er zijn hier verbazingwekkende dingen te doen. Dit zijn doelopdrachten. Dus ga je je verheugen in je hoop? Of je gaat zeggen hoe slecht de tv is? Ga je zeggen hoe slecht het leven is? Ga je zeggen hoe moeilijk het voor je is deze week? Of ga je je verheugen in hoop? Ga je God wat eer geven? Ga je je verheugen? Je weet dat te veel mensen gaan vertellen over het kruis dat ze moeten dragen. We zijn geroepen om ons kruis op te nemen en hem te volgen. We zijn geroepen om dagelijks ons kruis op te nemen. Dat is niet het opnemen van je kruis. Als je dan zegt, oh, kijk eens wat ik vandaag moet doorstaan. Oh, kijk eens hoe moeilijk het vandaag is. Kijk eens wat het allemaal voor Jezus doet. Kijk eens wat ik allemaal moet doen. Kijk eens hoe. Kijk eens hoe moe ik ben. Kijk eens hoe weinig slaap ik heb. Kijk eens hoe hongerig ik ben. Kijk naar alles, hoe negatief mijn leven is. Dat is niet je kruis opnemen. Je kruis opnemen is dat je het opneemt en doet wat je moet doen voor de vreugde die voor je is weggelegd.
De vreugde die voor je gesteld is Jezus Christus. De vreugde die voor je gesteld is de levende God, dat je de kans krijgt om voor eeuwig met hem te leven, dat je nu met hem kunt leven, maar leven het einde halen, leven met hem voor de eeuwigheid. Dat is de vreugde die voor je gesteld is. Het is niet je kruis opnemen en zeggen, kijk iedereen, Jezus heeft dit niet gedaan. Jezus marcheerde niet door de stad en wist je dat Jezus niet door de stad marcheerde en riep, ik heb een kruis iedereen, kijk ernaar. Het sprak voor zichzelf, dus laat je kruis voor zichzelf spreken. Laat zien wat je doet, maar vestig er geen aandacht op. Je hoeft niet te schreeuwen over het kruis dat je draagt. Wat we doen is de Heer Jezus Christus dienen met alle oprechtheid. We zijn geduldig in verdrukking. Het leven heeft wat uitdagingen en ik weet niet wat jouw kruis is. Ik weet niet wat jouw moeilijkheden zijn. Ik weet niet wat jij doormaakt. Het kan een kwaal zijn. Het kan zijn dat er een storing is in je, wat je natuurlijke gezinssituatie was. Het kan zijn dat de familie niet meer met je spreekt. Of er kunnen bepaalde problemen op je werk zijn. Of weet je, dat zijn overigens kleine kruisjes vergeleken met wat Jezus doormaakte. Maar er kan iets zijn dat je voortdurend moet verdragen. Iets dat je elke dag moet doen, of dat als je kruis is, je neemt het elke dag op. Maar het houdt je niet tegen om Jezus te dienen. Je gaat voortdurend geduld hebben in beproeving. Waar het ook om gaat, ik ga zoals hij en ik ga voor hem en het kan me niet schelen wat het kost. Als ik sterf terwijl ik het probeer, dan halleluja, amen. Hij is alles waard wat we hebben. Wees geduldig in beproeving. Blijf standvastig in gebed. Er zijn nog veel meer dingen waar we het over zouden kunnen hebben. Maar daar ga ik het niet doen. Zoals het zegenen van degenen die vreselijk tegen je doen. Aardig zijn tegen degenen die wie je eigenlijk niet aardig wil zijn. Het is gemakkelijk, nietwaar, om degene lief te hebben die van je houden. Maar het kenmerk van een echte christen is dat je kunt houden van hen die dat niet doen. Dat is gewoon normaal christelijk gedrag. Dat is geen hoge standaard om lief te hebben zoals Jezus wil dat je lief hebt. Dus ga voor hem, zet door, draag je kruis. Je kruis dragen is trouwens een minimum vereiste om een discipel te zijn. Dat is niet dat het weer een gebod nummer 1 is. Dat is het fundament, dagelijks je kruis opnemen en jezelf verloochenen. Dat is gebod nummer 1 voor iemand die zijn discipel noemt. Ik ben een discipel van Jezus en jij neemt je kruis op. Jij verloochent jezelf en neem je kruis op. Amen. God probeert zijn huis op te ruimen. Het oordeel begint in het huishouden van God. Het einde nadert, de tijd loopt ten einde, de wereld is slecht, de wereld is een puinhoop. Men prijst dingen die slecht zijn en men zet dingen goed die zijn neer en betwisten die dan. Het is allemaal verkeerd gegaan, ze hebben de hele zaak omgedraaid. Er is zoveel bedrog en de media zijn niet te vertrouwen. De enige die te vertrouwen is de Heere Jezus Christus. Ik zeg deze dingen niet om een zondag op te vullen. Ik zeg deze dingen die ik vandaag gezegd heb, omdat de Heer tot ons wil spreken. Als hij terugkomt op elk moment, elk uur, welke dag dan ook, wat er ook gebeurt, als hij terugkomt, willen we vurig zijn. Vurig in de geest en vurig in de liefde. Wij willen heet zijn voor hem. Dus dit is een oproep om heet te worden voor hem en weg te gaan van wat slecht is. Keer je ervan af. Het is een oproep om hem eer te gaan brengen, hem te verheerlijken. Het is een oproep om te zeggen wat maakt het uit, wie er kijkt, een publiek van 1 is genoeg, een publiek van de hemel is genoeg. Het is tijd om ja serieus werk te maken van Jezus, dat je nooit niet moet doen. Ik weet dat veel mensen hier dat zijn, maar we willen de cirkel volledig om iedereen heen. Als je begrijpt, iedereen in de cirkel. Er zijn veel niet-doen-opdrachten, maar doe morgen iets. Doe vandaag iets. Mijn punt is echter, doe iets. Als je pas de volgende zondag iets doet, ga je geestelijk opdrogen. Je gaat achterop lopen op het schema. Als je je niet hebt ontdaan van die dingen in de lijst die hij ons heeft gedeeld. Die werken van het vlees. Het heeft niets met het christendom te maken. Je moet niets met die dingen hebben. Maar dat woord was juist, dan loop je achter als je niet naar je gerechtigheid hebt gekregen en dat hebt aangepakt
of op zijn minst probeert om zelfs het woord dat vorige week kwam uit te voeren. Dan loop je achter. Nou stop met verderop achter te raken. Begin vandaag door God eer te brengen in wat je doet en hoe je leeft. Word wakker. Amen. Nu is het belangrijk dat we wel kijken naar wat normaal christelijk gedrag is. Want Jezus wil dat we die mensen zijn die echt in hem gevonden worden. Mensen die het leven leiden, dat hij wil dat we leven. Mensen die de geboden doen en niet alleen de verboden niet doen. Ik denk dat dat klopt. We willen mensen zijn die leven tot zijn eer. We willen echt mensen zijn die leven voor zijn glorie. Dus ik wil kijken naar Jezus. Woorden en laten we alsjeblieft naar Johannes hoofdstuk 15 gaan. Laten we eens kijken. Vers 8 is het. Ik wil hier even naar kijken. Laten we beginnen bij vers 5. Ik lees voor uit de New King James. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de takken. Wie in mij blijft en ik in hem draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Is dit niet een geweldige uitspraak? Als we dat allemaal gewoon zouden kunnen accepteren, dat als we zonder hem niets kunnen doen, als we allemaal gewoon zouden kunnen accepteren, dan zou dat heel goed zijn. Als we gewoon zouden kunnen accepteren dat we zonder zijn kracht, zonder zijn macht aan het werk, zonder dat hij doet wat alleen hij kan, niets kunnen volbrengen. Zelfs onze goede werken zullen niet werken. De goede dingen waarvan we denken dat ze hem behagen, zullen hem niet behagen. Weet je wat hem wel zal behagen? Als we de vruchten gaan volbrengen die hij wil dat we brengen. Vruchten die laten zien dat we hem lief hebben, zoals hij moet worden liefgehad. Vers 6. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij als een tak uitgeworpen en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Maar als hij in mij blijft, en mijn woorden in je blijven, zul je vragen wat je wenst. En het zal voor je gedaan worden. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat jullie veel vruchten dragen, zo zullen jullie mijn discipelen zijn. Wij willen discipelen zijn. Doen we dat? Ik weet het niet, misschien jij ook niet. Ik wil een discipel van Jezus zijn, ik wil van hem gekend worden. Ik wil een discipel zijn, iemand die van hem leert. Ik wil groeien in hem, ik wil God verheerlijken. Wij zeggen dus sommige dingen als, laat God verheerlijk worden, en ik heb dit al eerder gezegd, maar het is belangrijk het nog eens te zeggen, dat we niet zomaar iets kunnen doen, zoals een bepaald werk dat we een goed idee vinden, en zeggen, laat God nu verheerlijk worden door wat ik gedaan heb. God wordt niet verheerlijk door wat jij doet, hij wordt verheerlijk door wat hij door je heen doet, als je het verschil begrijpt. We kunnen dus niet ons beste werk opbrengen, zoals ik ga een rommelmarkt houden, of ik ga een gesponsorde car wash doen, en ik doe het voor de Gods glorie. Dus kun je alleen doen als God er de leiding over heeft. Als hij het zou leiden, zou het voor zijn glorie zijn. Maar de beste manier om Gods glorie te brengen in alles wat je doet, is door veel vrucht te brengen. Amen. Vruchten brengen, vruchten die laten zien dat je met hem verbonden bent. Vruchten die laten zien dat je verbonden bent met de wijnstok. Want hij is de wijnstok en wij zijn de takken. Hoe handig is dit samen met normaal christelijk gedrag? Want normaal christelijk gedrag is niet je hele leven bezig zijn om met Jezus verbonden te raken. Normaal christelijk gedrag is je hele leven absoluut verbonden met hem te zijn. Dat is normaal. Dat is niet ongewoon. Dat is geen hoge standaard om te bereiken. Het is normaal om verbonden met hem te leven, in hem te blijven. En als dat geval is, zou het normale christelijke leven ook inhouden dat er vruchten opduiken om te laten zien dat je verbonden bent. Vruchten die goed zijn, vruchten die hem eer geven. Ga daarom nu met mij naar Galaten hoofdstuk 5 vers 13 in de Amplified Bijbel staat. Want u, broeders, bent inderdaad tot vrijheid geroepen, alleen laat uw vrijheid geen prikkel zijn voor uw vlees en een gelegenheid of excuus of voor egoïsme, maar door liefde moet u elkander dienen. Wil je wat christelijk gedrag zien? Wil je zien hoe normaal christelijk gedrag eruit zou moeten zien? Zo ziet het eruit. Het is dus dat jullie elkaar dienen en dat wij allen kan dienen in liefde of door de liefde. Het is Gods liefde in en voor ons. Niet alleen voor ons om vast te houden. Niet voor ons om te houden en egoïstisch te zijn. Maar Gods liefde voor ons om door te geven en te delen en daarmee mee te dienen.
Een goede vraag om jezelf te stellen is, hoe geef je Gods liefde door en hoe dien je anderen met Gods liefde, in tegenstelling tot alleen maar Gods liefde te ontvangen en die zelf vast te houden. Want wij zijn geroepen tot vrijheid, we zijn geroepen om vrij te zijn en we willen allemaal vrij zijn, zoals die communisten. Nou ja, misschien niet, misschien steun je niet op communisme. Dus ik probeer niet politiek te zijn, maar je weet dat veel mensen in de communisme regimes vrij wilden zijn. Dus misschien wil je vrij zijn, maar als je vrij wilt zijn, moet je leven alsof je vrij bent. En als je wilt leven alsof je vrij bent, moet je bewegen op de manier die God wil dat je beweegt. Je moet toestaan dat zijn liefde doet wat zijn liefde wil doen. Dus leven in vrijheid is niet alleen maar egoïstisch leven. In de vrijheid die God ons heeft gegeven, is het niet alleen de vrijheid om te gaan doen wat we willen. Het is geen vrijheid om te gaan leven wat we maar willen. Het is geen vrijheid om egoïstisch te zijn. Het is een vrijheid voor een doel. Want dit geschrift laat zien wat het doel is. Het is vrijheid die letterlijk gegeven is, zodat we vrij zijn om andere mensen lief te hebben en te dienen zoals God dat wil. Dat is nu een verbazingwekkende vrijheid, zie je? De vrijheid van de wereld draait om. Ik wil vrij zijn om te doen wat ik wil. Ik wil vrij zijn om het op mijn manier te doen. Er is zo'n liedje, niet waar? I did it my way. Is dat niet Frank Sinatra? Ja, hoe dan ook, we willen het niet op onze manier doen, maar op een Gods manier. Weet je, als mij ooit iets overkomt, speel nooit dat liedje I did it my way. Iemand kan, misschien George, kan het herschrijven en zegt, I did it God's way, want zo horen we het te doen. We horen voor hem te leven, amen. We gaan voor hem leven en onze vrijheid, de vrijheid die we in God vinden, is absoluut een verbazingwekkende vrijheid die alles op zijn kop zet. Het is de vrijheid om te dienen, de vrijheid om iedereen ten goede te komen. Het is geen vrijheid om mijn egoïstische reden. Het is een vrijheid zodat iedereen er beter van wordt. Daar is je vrijheid voor. En ik zeg donderdag, ik weet dat jullie er niet allemaal waren afgelopen donderdag, dus ik zal proberen dit kort uit te leggen. Ik geloof niet dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. En toen zag ik sommige mensen denken, onvoorwaardelijk liefde is een menselijke term. Het is een soort menselijke psychologische term. Het is eigenlijk net een filosofische term. Het is niet echt een Bijbelse term, maar we kunnen het soms toepassen op God en zeggen dat Gods liefde onvoorwaardelijk is omdat het niet uitmaakt wat je doet. God is liefde en God kan niet ophouden met liefhebben, omdat liefde is wie hij is. Het is zijn karakter, zoals God is liefde, zoals je niet kunt scheiden. Je kunt niet zeggen, nou God heeft lief, want dat doet hij. Maar je kunt niet zeggen dat God alleen maar lief heeft, omdat hij zijn liefde ergens vandaan haalt. God heeft liefde omdat hij liefde is. Dus dat is onvoorwaardelijk. Maar je kunt geen voorwaarden stellen aan Gods karakter, zoals ik ga zorgen dat God liefdevol is. Dat kan niet. Dat is hij al. Hij is liefde en zijn liefde is een gevend soort liefde. Ik heb mensen horen zeggen, Gods liefde is een liefde die geeft en niets terug verwacht. En het is dat soort liefde. Dus ja, het is in die zin onvoorwaardelijk, maar het is niet onvoorwaardelijk in hoe je het ontvangt en of hoe je een begunstigde van zijn liefde kunt zijn. Want Jezus gaf duidelijk voorwaarden, en dat doet de hele Bijbel, duidelijk over hoe je Gods liefde kunt ontvangen. Dus als je denkt dat Gods liefde onvoorwaardelijk is, krijg je de verkeerde indruk. Zoals je denkt dat vrijheid voor je eigen bestwil is, en vrijheid is alleen maar zodat ik vrij kan zijn. En Gods liefde is gewoon onvoorwaardelijk, dus er zit geen voorwaarde in. Betekent dat als je daar verkeerd naar luistert, de duivel gemakkelijk tegen je kan liegen en zeggen, ga maar gewoon doen wat je zelf wil. Doe maar wat je wilt, wanneer je dat maar wilt. Wie geeft er om hoe je je gedraagt? Wie geeft er om je gedrag? God houdt gewoon van je. Nou, hij houdt niet alleen van je, hij houdt daadwerkelijk van je omdat hij liefde is, maar denk niet dat je overal mee wegkomt omdat hij liefde is. Want er zijn andere geschriften en andere kanten van Gods karakter waarover je moet lezen. Dus als je Gods liefde wilt ontvangen, is daar een van die dingen die Jezus zegt. En dat is,
Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woorden bewaren en ik en de Vader zullen in hem onze woning maken. Toen zei Jezus in de Amplified staat, geloof ik, we zullen ons aan hem openbaren. Dus als je Gods liefde wilt ontvangen, dat lijkt me een voorwaarde voor het ontvangen van de liefde van de Vader. Jezus zei, als iemand dit doet, dan zal ik en de Vader hem lief hebben. Wauw, maar ik dacht dat Gods liefde onvoorwaardelijk was. Het zit in wie hij is. Maar als je wilt ontvangen, zijn er dingen die je kunt doen. En als je het wilt ontvangen zoals hij dat wil, dan hou je aan zijn woord. Zijn woord bewaren betekent niet alleen als vasthouden aan je Bijbel. Ik bewaar zijn woord. Ik leg het onder mijn bed. Ik hou het dicht bij mijn hoofd of bij mijn hart. Het betekent niet alleen zijn woord houden, ook als iets zo gedeeld wordt, betekent niet alleen maar houden zo van, ik heb het opgeschreven, ik heb het vastgelegd, ik hou me eraan. Nee, het bewaren betekent zoiets als het doen. Bewaren, vasthouden, actief maken in je leven, er iets mee doen. Als je dat doet, is Jezus belofte, dan zegt Jezus, ik en de Vader zullen tot hen komen en onze verblijfplaats in hen maken, aan ons hem openbaren. Dus misschien heb je soms het gevoel dat God ver weg is. Misschien heb je zoiets van, nou, God is zo ver weg, ik wil God zo dichtbij voelen. Ik wil die intimiteit voelen waar mensen het over hebben. Ik wil zijn liefde voelen en merken. Nou, ik kan je garanderen dat als je aan die voorwaarden voldoet, je hem in je leven zult zien manifesteren. Manifesteren betekent actief komen, actief zijn. Je zult je bewust zijn van hem. Je zult hem dingen zien doen, je zult hem dichtbij voelen. Als je al die dingen wilde, doe dan wat hij zegt. Heb hem lief. Heb hem lief met alles wat je hebt, zoals we vorige week zeiden. Dat is normaal christelijk gedrag. Maar normaal christelijk gedrag is ook doen wat hij zegt. En als je je aan zijn woord zult houden en dat zult doen, zul je hem zien manifesteren. Het is verbazendwekkend. Het is niet om je voor te stellen dat Jezus Christus, dat is wat me trof toen ik naar Israël ging. Ik zag daar waar hij gekruisigd was. En ik stond midden op de straat. En het is gewoon een normale straat voor mensen. En ik huilde gewoon omdat ik dacht, Jezus Christus, de echte waarover geschreven wordt, waarover data, waar onze tijden en jaren naar gedateerd zijn. Jezus Christus, de koning der koningen en heer der heren. De koning die andere koningen diende, woont in mij. En ik dacht, dat is geweldig. Dezelfde Jezus die daar gekruisigd werd, leeft in mij. Dus als je dat wilt ervaren, ik weet dat velen van jullie dat doen, maar als je dat consequent wilt ervaren, je wilt hem zien manifesteren, dat je Jezus in je leeft, hou je dan aan zijn woord. Doe het. Er zijn andere schriftteksten die spreken over Gods blijvende liefde bij hen die hem vrezen. Waarom voegden ze het tweede stuk toe als het onvoorwaardelijk was? Waarom staat er in Deuteronomium dat als je ijverig luistert naar de stem van de Heer, dat hij, of het nu zou doen wat hij je opdracht, dan zal hij je lief hebben? Ik meen dat het er staat, 1000 generaties. Als hij je zal lief hebben op basis van het feit dat je zijn geboden gehoorzaamt, klinkt dat voor mij niet als onvoorwaardelijk. Wees daar nu voorzichtig, wees voorzichtig. Hij houdt wel van je, hij houdt altijd van je. Zijn liefde voor jou is op de juiste manier onvoorwaardelijk, maar wil je die ontvangen, voldoe dan aan de voorwaarden en ik zal je iets garanderen dat hij je nog nooit in de steek zal laten. Normaal christelijk gedrag is doen wat Jezus ons vertelde te doen. En als we doen wat Jezus ons vertelde te doen, zullen we de voordelen ontvangen die Jezus ons vertelde te ontvangen. Amen. We zijn toch in Galaten. Galaten vers 13. Zei ik net, dus laten we niet egoïstisch zijn. Het is niet voor egoïstische doeleinden. Het is niet om ons eigen ding te doen. Iets anders wil ik de mensen uitleggen en ik hoop dat ik het goed doe. Er zijn veel meningen in de wereld die iets ik zie over hoe God zou moeten zijn en wie hij zou moeten zijn. En er is een soort standaard alsof de wereld meent het recht te hebben over God te oordelen en te beslissen hoe Gods karakter zou moeten zijn. Zo wil ik bijvoorbeeld God kennen, toch?
Dus als ik iemand wil kennen, moet ik alles van die persoon weten. Nu wilde ik Carol kennen. Ik wilde alles van haar weten, elk geheimpje, dat we niet aan niemand gaan vertellen. Het is goed, elk geheimpje, als ze dat al had. Ik wil alles van haar weten. En zij zou mij hopelijk willen leren kennen. Maar het probleem met mij te leren kennen zijn, en we hebben een Engelse term, de goede en verkeerde zaken. Ik bedoelde dat ik alles van die persoon wilde leren kennen. Nou, het is zo dat ik alles van God wil leren kennen. Ik zal niet zeggen goede of slechte, omdat ik niet beledigend. Ik vind dat beledigend, want dat is er niet. Maar ik wil alles van hem weten. Dus het kan me niet schelen als God niet in het kader van mensen past. Het kan me niet schelen of zijn karakter past bij wat de wereld een goed karakter vindt. Gaat me erom dat ik hem ken. Dus de God die ik zal presenteren zal de echte God zijn. Dus ik zie soms dat als ik zeg dat mensen echt naar de hel gaan, sommige christenen je aankijken alsof je een godlastering hebt gezegd. Ze kijken je aan alsof God dat onmogelijk kan doen. Ik weet dat God die ik dien dat wel kan. En mensen zullen doen alsof God bepaalde zonden haat. Nou, ik vind de levensstijl van die persoon niet erg. En ik denk dat het goed is. Dus ik denk dat God dan wel moet veranderen. Ik zag onlangs zelfs op het nieuws een christen, ik druk het dan zwakjes uit, die pleitte voor een aantal zeer alternatieve levensstijlen en zei, nou weet je, de Bijbel is zoveel jaren geleden geschreven en de dingen zijn nu veranderd en daarom leven we nu niet meer na. En moeten we sommige dingen herschrijven in de Bijbel. Weet je waar dat naar ruikt? Dat ruikt er naar mij voor dat die persoon tegen God zegt dat hij zich moet bekeren. Die persoon zegt tegen God dat God moet veranderen. Ik zeg je nu dat God niet hoeft te veranderen. Ik moet veranderen. Ik wil hem leren kennen wie hij werkelijk is. Dus wat je echt zou helpen als je God wilt leren kennen en wat je ervan zal weerhouden, beledigd of boos te worden, is als je dat gewoon besluit. Ik wil hem kennen zoals hij werkelijk is. Ik wil weten wat hij leuk vindt en wat hij niet leuk vindt. Ik wil weten wat hem zou beledigen. Ik wil weten wat zijn hart beroert, wat zijn hart breekt. Wil je dat? Weet je, breek ons hart voor wat het uwe breekt. Heer, ik wil alles van hem weten. En het kan me niet schelen als mensen het niet leuk vinden. Dus de God die ik zal presenteren is de God die ik ken. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dus als ik zeg dat als je de bepaalde dingen doet die wat er met je gaat gebeuren, dan kunnen sommige mensen echt beledigd kijken van wat verschrikkelijk om te zeggen, Darren. Het kan me wel schelen. Het kan me schelen dat je dat niet snapt, maar het kan me niet schelen en ik weet wie ik vertegenwoordig. Ik weet wie ik moet vertegenwoordigen en we moeten allemaal diezelfde God vertegenwoordigen, niet waar? Wij moeten hem allemaal vertegenwoordigen, dus het is de moeite waard om hem te leren kennen, wie hij werkelijk is, en gewoon te accepteren dat ik wil weten hoe hij werkelijk is, amen, en niet hoe mensen denken dat hij zou moeten zijn. We willen iemand leren kennen, we willen hem kennen zoals ze zijn. Galaten hoofdstuk 5. Ik heb het zojuist in vers 13 in Amplified gelezen. Want aan de hele wet betreffende menselijke relaties wordt voldaan in dit ene voorschrift, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Vorige week hebben we dus gekeken naar het liefhebben van de Heer, onze God met ons hele hart, ziel, verstand en kracht. En hier dat ons menselijk, ons normale christelijk gedrag. Voor zover dat afhangt van onze omgang met andere mensen, hiermee wordt samengevat in dat ene voorschrift, dat je je naaste zult liefhebben als jezelf. Nu zou je kunnen zeggen, nou, ik ben nogal egoïstisch, dus, weet je, ik doe graag slechte dingen. Dus als ik graag slechte dingen doe, ga ik slechte dingen doen voor mijn buren. Nee, dat betekent wat je in bepaalde situaties met je gedaan zou willen hebben. Als je pijn hebt gedaan, heb je dat nodig? Heb je hulp nodig? Je hebt troost nodig. Je weet dat je gelukkig bent als je wilt dat iemand
met je meedoet in dat geluk. Zo is het met je naaste liefhebben als jezelf, of iemand behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. In vers 15 staat, maar als jullie elkaar bijten en verslinden in partijstrijd, pas op dan dat jullie en jullie hele gemeenschap niet door elkaar verteerd worden. Wauw, dat woord gemeenschap daar is geen Griekse woord koinonia, maar we hebben gekeken naar het Griekse woord koinonia. We willen niet door elkaar verteerd worden. We willen samen opgroeien als het lichaam van Christus. Laten we er dus voor zorgen dat we elkaar niet bijten en verslinden. Ik word geacht te kijken naar de geboden. En dit is een verbod. Maar dat is prima. Niet doen. Elkaar niet verslinden. Niet over elkander praten, elkander verwonden. Laten we elkaar in liefde dienen. Vers 16. Maar ik zeg, nou dit is briljant. Je hebt het sommige van jullie al vaak gehoord, maar probeer het fris te horen. Ik zeg, wandel en leef gewoon in de Heilige Geest, onafhankelijk voor het beheers en geleid door de Geest. Dan zul je zeker niet de begeerten en verlangens van het vlees bevredigen, van de menselijke natuur zonder God. Want de verlangens van het vlees zijn tegenovergesteld aan de Heilige Geest, en de verlangens van de Geest zijn tegenovergesteld aan het vlees. Goddeloze menselijke natuur. Want deze staan tegenover elkaar, voortdurend tegenover elkaar in strijd met elkaar, zodat je niet vrij bent en maar verhinderd wordt te doen wat je verlangt te doen. Maar als je geleid wordt door de Heilige Geest, ben je niet onderworpen aan de wet. Nu zijn de daden, praktijken van het vlees duidelijk en voor de hand liggend. Immoraliteit, onreinheid, onfatsoenlijkheid, afgoderij, tovenarij, vijandschap, ruzie, jaloezie, woede, egoïsme, verdeeldheid, partijgeest, afgunst, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Hier is een belangrijke waarschuwing en dit is de God die ik aan je wil voorstellen, de echte God. En er staat geschreven, ik waarschuw jullie van tevoren, net als ik eerder heb gedaan, dat zij die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Als dat nu een afvinklijstje voor je is, en je gaat van gedaan, dan moet je wat aan bekering doen. Het is duidelijk dat als je die dingen doet, voortdurend doet, zonder dat je God te wennen, je zijn koninkrijk niet zal beërven. Maar het volgende is de vrucht van de Heilige Geest. Het werk dat zijn aanwezigheid binnenbrengt. Dit betekent dat niet zijn aanwezigheid binnenin volbrengt. Dit betekent dat je verbonden met hem bent, verbonden met de wijnstok. Dit is het soort dingen dat in jou zal worden voortgebracht. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is er geen wet. En die en degene die Christus Jezus de Messias toebehoren, hebben het vlees de goddeloze menselijke natuur met zijn hartstochten en begeerten en verlangens gekruisigd. Dus als we door de Heilige Geest leven, laten we dan ook door de Heilige Geest wandelen. Als we door de Heilige Geest in ons leven God in ons hebben, laten we dan voorwaarts wandelen, in lijn, ons gedrag beheerst door de Geest. Om dit hoofdstuk af te sluiten staat daar, laten we niet ijdel en eigenwijs worden, concurrerend en uitdagend en elkaar provocerend en irriterend, benijdend en jaloers op elkaar zijn. Nu is het belangrijkste punt, nadat alles gelezen te hebben, dat we mensen willen zijn die onze God eer brengen. Nu zeiden we aan het begin dat dit is hoe we roemen. Zo wordt onze Vader verheerlijk als we veel vrucht voortbrengen. Dus als je veel vrucht wilt voortbrengen, vertel dit hoofdstuk dat er een manier is om dat te doen. Het is verbonden zijn met Jezus. Hoe wil jij verbonden met Jezus zijn? Hoe ga je ervoor zorgen dat je verbonden bent en dat je wandelt in de Geest? Het is eigenlijk eenvoudig, maar je moet het doen. Het is een actief iets. Je moet zijn woord bewaren als je wilt dat hij zich manifesteert. Je moet het doen. Je kunt niet alleen maar horen, maar je moet het doen. Het is een houding en je gedrag laten leiden door de Geest van God. Dat je doet wat hem welgevallig is. Dat je zoekt wat hem welgevallig is. Dat je de dingen zoekt die hij accepteert. Dat je de dingen zoekt die hij wil dat je doet. Dat
je zijn wegen zoekt om te leven en goed te zijn. Vers 16 daaraan teruggegaan staat er dat ik zeg wandel en leef gewoontegetrouw in de Heilige Geest. In de Amplified Bijbel is dat waarom ik vandaag wil kijken, ontvankelijk voor en beheers geleid door de Geest. Dan zul je zeker niet de begeerden en verlangens van de vlees van de menselijke natuurlijk zonder God bevredigen. Mijn advies aan jou is dus dat je normaal christelijk gedrag ook wandelen in de Geest inhoudt. Het is niet iets waar we naar kijken op een dag ver weg in de toekomst. Het kan wat werk kosten om mee te beginnen. Het kan berouw inhouden. Maar je zult nog steeds elke dag besluiten om je kruis op te nemen. Je kunt elke dag besluiten dat je hart en snel achter Jezus aangaat. Dat je hem achterna gaat. Dat je hem wilt kennen zoals hij gekend wordt. Je wilt de echte hem kennen. Je gaat doen wat hem welgevallig is. Je wilt zijn woord bewaren. Je wilt een doener van zijn woord zijn. Dus je gaat de hele tijd wandelen in het leven. Gewoon te getrouw. 100%. Niet eenmalig, maar de hele tijd in de Geest. Ontvankelijk voor en beheerst door de Heilige Geest. Verantwoordelijk voor en beheerst en geleid door de Geest. En je zult doen wat de Geest welgevallig is. Ik zou zeggen dat een normaal christelijk gedrag is om te leven om God te bevredigen. Leven om hem te behagen. Leef niet om egoïstisch te zijn. Leef niet om jezelf te bevredigen. In deze schriften die we vandaag gelezen hebben, zijn er slechts twee manieren om te leven en slechts twee groepen mensen om aangenaam te leven. De eerste zal God zijn, nietwaar? Het gaat om een leven dat God behaagt. Leven om de Geest te bevredigen. Zoeken wat hem behaagt. Weet je, onafhankelijk van hem, ontvankelijk voor hem zijn. Niet ontvankelijk voor je vleeselijke egoïstische houding. En de andere mensen die je in de zin moet dienen, of liefhebben, of behagen, of bevredigen, is elkaar. Elkaar liefhebben. Of je geen enkel moment in dat alles worden opgeroepen om onszelf lief te hebben. En gewoon achter onszelf aan te lopen. En ons eigen ding te doen. Normaal christelijk gedrag geeft geen egoïsme in zich. Normaal christelijk gedrag draait om Christus aan elkaar. Dus kijk dus naar je fruit, de vruchten. Vraag de Heer naar je vruchten. Ik ben hier niet om je verlegenheid te brengen door je vruchten. Ik ben hier niet om te zeggen, nou ja, als je slechte vruchten hebt, is dat. Maar de schrift was duidelijk dat er bepaalde vruchten zich blijven manifesteren als je het koninkrijk God niet zult beërven. Ik wil dat niet voor jou. Ik denk niet dat jij dat zelf echt wilt. Dus wat dacht je ervan om te draaien? Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat het koninkrijk van God je gaat beërven? Je gaat leven naar Jezus. Je gaat de vruchten voortbrengen die God in je voortbrengt. En je gaat onze Vader eren door vruchten voor te brengen. Amen. Kijk dus naar je vruchten. Hoe overvloedig is het? Hoe goed is het? Welke vruchten worden er voortgebracht? En het is niet om jezelf op de borst te kloppen. Het is als een controle. Het is een moment. Het is iets waar je naar kijkt en te zeggen, waar ben ik verbonden? Hoe zit het met morgen? Vorige week gaf ik een uitdaging. Ik weet niet hoe je het hebt gedaan. Ik weet niet hoe vaak je beledigd bent omdat je christen bent. Ik weet niet hoe vaak mensen je het moeilijk hebben gemaakt. Ik weet niet of je de volgende dag wakker werd en je zelfs herinnerde wat ik de dag ervoor gezegd heb. Ik weet niet of je wakker werd en zei, vandaag wil ik achter hem aangaan. Ik ga hem liefhebben met mijn hele hart, ziel, verstand en kracht. Vandaag is de dag dat ik Jezus ga volgen. Ik ga hem achterna. Ik weet niet of je je partner of vriend een high five hebt gegeven zoals ik zei. Maar ik weet niet wat je hebt gedaan. Maar wat dacht je ervan om deze week te doen? Want je loopt achter als je het niet gedaan hebt. Nee, wat dacht je ervan om deze week te zeggen, weet je wat? Vanaf vandaag ga ik letterlijk achter de Heilige Geest aan en wat hij hem gevallig is en ik ga hem beantwoorden. En als je dat gewoontegetrouw deed, voortdurend als een gewoonte, voor je het weet hoef je er niets mee over na te denken. En sommige mensen vinden dit beledigend en je zou kunnen oordelen, het is voor mij niet moeilijk om te doen wat hem welgevallig is. Nu was het een keer zo, dus begrijp me niet verkeerd. Ik zeg dat het niet moeilijk is, sterker nog, daar ga ik heen omdat hij mij getraind heeft. Dus niet omdat ik goed ben, het is omdat het een gewoonte is voor mij.
Als je me vraagt, stelt, is de eerste plaats waartoe ik me wend naar God toe. Je merkt misschien niet eens dat ik poseer. Soms kun je het niet zien, maar soms ook wel. Maar ik ga naar hem omdat ik getraind ben om gewoonte te trouw, door hem geleid te worden en te doen wat hem behaagt. Dus hoe zit dat nu in het begin? Ik zei, ik begin morgen. Dus echt een slechte... Dit is een echt slecht ding voor een prediker om te zeggen. Want als we zondagavond dienst zouden doen en misschien van bewust worden, weet je, er is nog veel vandaag over om te gehoorzamen. Dus wat dacht je ervan om vandaag te beginnen met te zeggen dat je gaat doen wat hem gevallig is, niet alleen vanaf morgen. Voel het, oefen het. Je weet dat je kunt en je zult overwinnen, dat je niet verliest. Als er ook maar één gedachte in je opkomt die zegt, oh, doen wat de Heilige Geest wil, dan zal ik ellendig zijn. Dan geloof je in een leugen. Als je denkt dat je doen wat de Heilige Geest wel gevallig is, gaat betekenen dat je nooit tevreden zult zijn, dan heb je het helemaal mis. De enige manier waarop je ooit echt tevreden kunt zijn in het leven is wanneer je Jezus en de Vader zich aan je openbaren, wanneer ze laten zien wie ze werkelijk zijn. Als ze je laten zien wie ze werkelijk zijn en ze zich aan je manifesteren, zullen ze ook verzekeren wie je werkelijk bent. Je zult dingen over jezelf ontdekken die je niet eens wist. Je hebt dan liefde, vreugde en vrede. Al die vruchten die we net opnoemden, lange tijden, lang lijden, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, wat er nog meer in het lied, in dat Bijbelvers staat. De Amplified Bijbel heeft het erover. Je kunt het niet zingen omdat er veel extra dingen in staan, maar die dingen zouden voortgebracht moeten worden. Je verliest niet met die dingen in je leven. Ik kijk naar het tegenovergestelde. Je verliest daar met boosheid en bitterheid. Ik bedoel, het is triest, maar zoals mensen gaan, doodgaan, met veel woede en bitterheid. En ik zal die persoon nooit kunnen vergeven. Ik zal het niet zeggen. Ik ben niet politiek. Ik zag deze week op het nieuws een politicus die zei, niet vergeven. Wauw, ik kon het punt begrijpen, maar luister daar nooit naar. Wees niet bitter, wees niet verdraaid. Je kunt het met iemand oneens zijn, maar je hoeft niet toevlucht te nemen tot die dingen. Als je antwoord aan Jezus gaat geven, moet je een antwoord aan hem geven. Je wilt niet oud en bitter en vervelend zijn en de gedachte hebben, ik haat gewoon alles in de wereld. Nee, je wilt de goede vruchten die van God komen. Dus als je gewoontegetrouw naar de Geest wandelt, door gewoonte doet wat hem welgevallig is, zul je winnen. Je zult leven hebben. Je zult in feite een langer leven hebben, maar je zult een leven hebben. Een aangenamer leven, gelukkiger leven, met veel minder problemen. Je zult merken dat de dingen die bepaalde situaties wat je nodig hebt, er zijn. Zie je, als je niet wandelt naar de Geest, doe wat hem welgevallig is in plaats van jezelf, dan leer je dat niet. Want het is prachtig, opwindend om iets te doen. Het is niet negatief, het is leuk. Als je dat niet doet, dan heb je in bepaalde situaties waarin het moeilijk is en je neerslachtig begint te worden, niet de vreugde om je uit die neerslachtigheid te halen. Als je begrijpt waar ik heen wil. Want de vrucht is er niet om dat te doen. Je zult alleen maar door de genade zijn die je de dingen zou kunnen ontvangen. Maar als je doet wat God wil dat je doet, als het gek en moeilijk is en het leven dingen omhoog gooit, die je weet wel onverwachts en verschrikkelijk gaan, kun je de vrede hebben. Kun je zelfs vreugde hebben in een situatie. We hebben er al eerder over gehad, bijvoorbeeld dat je in het ziekenhuis een vreselijke situatie hebt, maar je zit vol vreugde dat het bijna lijkt alsof dit verkeerd is. Maar ik doe het niet. God doet het, weet je, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is een gewoonte. Als je naar een christelijke begrafenis gaat, zoals een echte christelijke begrafenis, dan is het toch een vreugdevolle ervaring, vanwege Gods vrucht daar, vanwege wat God gedaan heeft. Mijn punt is dat als je wilt dat God zich aan je manifesteert in een bepaalde situatie, als je wilt dat God je vreugde geeft wanneer je die eigenlijk niet zou moeten hebben, als je vrede wilt in een situatie die niet erg vredig uitziet, als je zachtmoedigheid wilt omdat je altijd afkikt, wat het ook is dat je nodig hebt, als je die dingen wilt, is de beste manier om ze te krijgen door te leven naar de gewoonte die de Heilige Geest
behaagt. Amen. Door te doen wat God zegt dat Hij wil dat je doet. We zijn geroepen om Hem lief te hebben, met alles wat we hebben. En ik zei eerder over het leren kennen van de echte God, waarom het belangrijk is dat ik Hem wil leren kennen, wie Hij werkelijk is. Niet wat mensen denken dat Hij zou moeten zijn, of wat voor wat dan ook. Je weet wel, nou als dat God is, wil ik Hem niet, zeggen de mensen dan. Nou, dat maakt mij niks uit. Ik ga toch niet uit van dat punt. Ik zou beginnen met, ik wil Hem, en hoe Hij dan ook is, daar wil ik achterkomen. Want ik ken de gevolgen van het niet zoeken naar Hem, en waar dat dan uitkomt. Ik ken de gave die mij gegeven is, en ik zou dat jij dat ook zou moeten weten. Daarom wil ik dat je God leert kennen. Dus het is belangrijk. Maar als je naar je leven kijkt en je zegt, nou, ik heb vrucht in bepaalde situaties, maar ik heb het niet in andere, dan is er misschien geen gewoonte dat je door de geest wandelt. Misschien is er geen mengeling. Een beetje heet en een beetje koud. Maar God wil dat je absoluut heet bent voor Hem. Als je teleurgesteld raakt als dingen niet lukken, weet je, misschien valt een baan weg. Of heb je het moeilijk op je werk, de financiën zijn misschien krap, of de dingen gaan niet echt zoals je wilt. Als je op die momenten beledigd of boos op God wordt, is je vertrouwen misschien niet in Hem. Misschien is Hij niet jouw eerste liefde. Maar we zijn geroepen om Hem lief te hebben met alles wat we hebben. Hij zou zo ver boven alles wat we hebben moeten staan, dat het om Hem gaat en het gaat om achter Hem aan te gaan. Als we beledigd raken door de keuzes die God maakt, vertrouwen we Hem niet. Gaan we niet de echte versies ervan van wie Hij is, als je begrijpt wat ik bedoel. En sommige diagnoses van zaken die je geestelijk mis met je zijn, die zien er niet zo mooi uit. Maar je kunt ze niet ontwijken. Als je beledigd raakt tegen God vanwege iets dat je in je leven gebeurt, misschien is een droom niet uitgekomen die je eigenlijk persoonlijk droomde. Misschien loopt het leven niet zoals je wilt, dan zou ik je moeten vragen wie dan je eerste liefde is. Want als het Jezus Christus is, dat die je eerste liefde is, dan wil je alleen zijn wil doen en ga je achter Hem aan. Ik wil doen wat zijn geest behaagt. Amen. Kijk dus naar jezelf. Stel geen vertrouwen in de wereld of in dwaze systemen van deze wereld. Stel je vertrouwen in Jezus Christus. Amen. Stel je vertrouwen in degene die nood beweegt. Ik kom hier nog even op terug, want ik heb dit opgeschreven en ik heb het nog niet gezegd. Fruit is niet wat we doen, het is wie we zijn. Het is niet onze activiteit, het is onze Christusgelijkenis. Vrucht is onze Christusgelijkenis. Vrucht is wat wordt voortgebracht als we doen wat God wil dat we doen. Waarom is dat belangrijk? Omdat wanneer het misgaat, en je wat vreugde en vrede nodig hebt, je beste christelijke vrienden zullen zeggen, kom op, je moet vreugde hebben, broer en zus. Kom op, je moet vrede hebben, broer of zus. En dan heb je zoiets van, maar ik heb er niets van. Het is toch geen werk, je kunt het niet zomaar doen. Zo ja, je kunt van andere mensen houden, maar echte liefde is een vrucht die wordt voortgebracht. Vreugde is iets dat wordt voortgebracht, dus het is niet doen alsof je vreugde hebt. En je gaat dan naar de kerk. Haha, ik ga elke zondag doen alsof ik blij ben. Het is echte vreugde die van de Heer komt. Het is Christusachtig karakter. Het is niet wat je doet als een behandeling. Het is wat je in je groeit door wie je, met wie je verbonden bent. Colossense hoofdstuk 2 vers 6. Hier is je opdracht voor deze week. Je ziet dat dit een normaal christelijk gedrag is. In de Amplified Bijbel staat, zoals u dus Christus zelf Jezus de Heer hebt ontvangen, zo wandelt, regelt uw leven en gedraagt u zich in de vereniging met en gelijkvormig aan Hem. Wauw, het is heerlijk. We zouden dus kunnen kijken. Het is schitterend. Ik ga door, omdat het zo mooi is. En hij gaat verder. Heb de wortel van je wezen stevig en diep geplant in Hem vast en gegrondvest, voortdurend opgebouwd in Hem, steeds meer bevestigd en gevestigd in het geloof, zoals je geleerd werd, en overvloedig en overlopend daarin met dankzegging. Je opdracht van deze week is dus vers 6. In de New King James staat, zoals u dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt, zo wandelt in Hem. Wandel in Hem.
Met andere woorden, laat je houding en gedrag en beslissingen van minuut tot minuut in vereniging met hem zijn, verbonden met hem. Je hoeft niet perfect te krijgen, maar je moet wel een besluit nemen dat je achter hem aangaat. Amen.